Welkom allemaal bij de eerste aflevering en de eerste stap in onze reis naar de geboorte van Jezus Christus. Zoals in de introductieaflevering van de vorige keer is verteld, is onze reis opgesplitst in 4 stukken. Ter voorbereiding van de geboorte van onze Heer Jezus Christus. En deze 4 stukken halen wij uit het eerste hoofdstuk van het evangelie van Sint Lucas. De eerste stap van onze reis naar de geboorte van Jezus Christus is de verkondiging van de geboorte van Johannes de Doper door engel Gabriël aan Zacharias de priester. Waarom is dit een bijzondere gebeurtenis en wat heeft dit te maken met de geboorte van Jezus? En wat kunnen we hier uithalen? Dat is waar we vandaag bij stil gaan staan. Ten eerste waren Zacharias en Elisabeth zijn vrouw op hoge leeftijd. Het was dus een wonder dat zij alsnog een kind kunnen krijgen. Ze hoopte heel lang op een kind, maar het lukte maar niet omdat Elisabeth onvruchtbaar was. Maar het feit dat het toch kon, laat meteen een les zien. Namelijk dat God ten eerste het onmogelijke mogelijk kan maken, maar ook dat zijn timing perfect is. Het feit dat Jezus namelijk is geboren op de tijd dat hij is geboren en niet eerder of later, dat is natuurlijk Gods wil, omdat alleen dan het verlossingsplan in gang kan worden gezet. En als voorbereiding voor dit verlossingsplan had Johannes de Doper een rol. Johannes de Doper moest dus op dat tijdstip geboren worden, voordat Jezus geboren werd. Dus waarin wij voelen dat God te laat is en niet naar ons omziet, doet hij dat wel, maar heeft hij een eigen timing. Een timing die nog beter is. Want Johannes de Doper, zoals in de Bijbel staat, is de eerste die geboren is onder de vrouwen. Maar dat God een groot plan voor Elisabeth en Zacharias had, was niet zomaar. Elisabeth en Zacharias waren wel twee mensen die oprecht leefden naar alle geboden zoals we in Lucas 1 kunnen lezen. Dus ja, God heeft een goed plan voor ons. Een beter plan voor ons zelfs. En dat doet hij soms op zijn timing. En daar moeten we op vertrouwen. Maar we hebben daar ook een aandeel in. Namelijk het aandeel dat wij ook proberen te leven naar de geboden en naar de wil van God. Ten tweede, gezien het feit dat Johannes de Doper de voorloper is van Jezus Christus, is de verkondiging van Johannes de Doper voor ons een vreugdevol nieuws. Omdat het de eerste signaal is voor de komst van de Heere Jezus. Maar Johannes de Doper was niet alleen degene die Jezus had gedoopt. Johannes de Doper, zoals ik net zei, is een voorloper. Voorloper die de weg vrij maakt voor de komst van de Heere Jezus. Hoe heeft Johannes de Doper dat gedaan? Dat heeft hij gedaan door te protesteren tegen de praktijken van de overheden in die tijd. En dan kunnen we denken, oké, maar wat heeft dat met ons te maken en met de geboorte van Jezus? Nou, namelijk, hij was niet alleen aan het protesteren tegen de overheden in die tijd, maar hij is ook aan het protesteren tegen ons en onze onreine praktijken, gedachtes, gevoelens en gedrag. En wat heeft dat te maken met de geboorte van Jezus Christus? Zoals we in de vorige aflevering hebben gezien, is de geboorte van Jezus Christus in ons hart de geboorte van nieuwe gedachtes, nieuwe gevoelens, nieuwe behoeftes. Maar om die nieuwe gedachtes, gevoelens en behoeftes te kunnen laten opbloeien in ons hart, moeten we eerst afdoen en wegstaan van onze oude, onreine, egoïstische gevoelens, behoeftes en gedrag. Samenvattend, wat hebben we vandaag besproken? We hebben vandaag de eerste stap van onze reis naar de geboorte van Jezus Christus besproken. En die stap ging over de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper door engel Gabriël aan Zacharias de priester. Dit halen wij uit Lucas 1, vers 1 tot en met 25. Wat kunnen we uit dit verhaal halen voor ons leven? Namelijk, ten eerste, vertrouw ik op God en God zijn timing. Voor ons lijkt het allemaal te lang te duren of misschien niet te gebeuren, maar God heeft voor ieder een plan. Maar dat heeft hij op de juiste timing voor ons. En dat vraagt aan ons om vertrouwen te hebben in God, want hij heeft een groter plan voor ons. Ten tweede moet ik mezelf afvragen om dat grotere plan te laten slagen en gebeuren in mijn leven,
moet ik wel eerst alle geboden doen zoals Zacharias en Elisabeth dat hebben gedaan. En ten derde hebben we gezien dat Johannes de Doper niet alleen de doper is van Jezus, maar ook de voorloper. Dat hij de weg heeft vrijgemaakt voor Jezus om geboren te worden. En dat doet hij ook vandaag de dag bij ons vandaag door ons onszelf af te vragen of wij niet onreine gedachten, gevoelens en behoeftes hebben. En dat we die moeten reinigen, weghalen om plek te maken voor nieuwe gedachten, nieuwe gevoelens en nieuwe behoeftes. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende aflevering waar we in gaan kijken naar de aankondiging van de geboorte van Jezus Christus zelf, ook door engel Gabriël bij Maagd Maria. Dankjewel.